leefstijl. Dat is waar Adrie Bauma zich al heel lang mee bezighoudt. Als bewegingswetenschapper, als onderzoeker en momenteel als projectleider GLIM in het UMCG. Ze is bezig leefstijl een vast onderdeel te maken van de behandeling van patiënten. Omdat hier voor de gezondheid nog veel winst valt te behalen. Het is al onomstotelijk bewezen dat als je werkt aan leefstijl, dus dan heb ik het over bewegen, voeding, alcohol, stoppen met roken, ontspanning, slaap, dat echt een bewezen effect heeft op iemands gezondheid. Ik wil niet zeggen dat je je gezondheid helemaal kan sturen natuurlijk. Er zijn ook allerlei andere factoren. Je kan echt pech hebben of door allerlei omgevingsfactoren of door genetische factoren, waardoor je snelle kansen hebt op het ontstaan van ziekte. Maar je hebt ook echt wel zelf invloed erop. Ik denk dat het ook vanuit het ziekenhuis nodig is. Dus dat is niet de enige plek. Maar ik denk dat als een patiënt in het ziekenhuis komt en hij krijgt een bepaalde diagnose, dat dat voor iemand een heel belangrijk moment is waarop hij ook voorlichting kan krijgen over wat leefstijl kan bijdragen aan een goede gezondheid. Als je bijvoorbeeld rookt en je hebt net de diagnose gekregen dat je kanker hebt, dan zie je, tenminste dat is in literatuur gewoon bewezen, dat ook al stoppen mensen na de diagnose, dat het dan nog steeds effect heeft op de behandeling. Dus mensen genezen beter en sneller wanneer zij hun leefstijl aanpassen. Dus ze worden gezonder, hun kwaliteit van leven neemt ook toe. En ik denk gewoon de beleving van een patiënt ook, van het ziekteproces, is positiever. Dus dat draagt enorm bij aan de algehele gezondheid. Op dit moment is Adrie projectleider GLIM. Dat staat voor Groningen Leefstijl Interventiemodel. En dat gaat er eigenlijk om dat wij leefstijlgeneeskunde, oftewel leefstijlzorg, willen integreren in de standaardzorg die geleverd wordt vanuit het UMCG. Dat je niet alleen maar kijkt naar wat kunnen artsen hieraan doen, dus wat kunnen ze aan mij voorschrijven, aan medicatie of medische interventies, maar ook wat kan de persoon er zelf aan doen, hoe kan hij zelf bijdragen aan zijn eigen herstel. Er zijn nu 4 projecten op 4 verschillende afdelingen, ook heel verschillende doelgroepen. Dus andere soorten patiënten die daar zijn. En dan gaan we kijken hoe kunnen we de leefstijl van zo'n patiënt voordat je op consult komt in kaart brengen. Dus hoe krijgen wij een goed beeld daarvan? Hoe kan de arts die gegevens makkelijk inzien en ook goed een advies geven daarover? En hoe kan die op een goede manier verwijzen naar programma's die er in het ziekenhuis worden ontwikkeld nu of daarbuiten? Sommige mensen volstaat een advies, maar anderen. Mensen die hebben toch nog wat meer hulp ermee nodig om te veranderen. Want soms zijn dat soort veranderprocessen heel taai, is heel lastig. Denk bijvoorbeeld aan verslavingen, als je rookt of iets dergelijks. En we kijken ook wat patiënten hiervan vinden. Vinden ze dit ook passen bij een medische behandeling in het ziekenhuis? En zo ja, waar hebben ze dan behoefte aan? Hoe zouden dat soort trajecten eruit moeten zien dan? Wat wij wel doen, is dat we ook de voorspelling gaan doen voor de toekomst. Als je nu bijvoorbeeld ziet dat een bepaalde patiëntgroep zoveel meer gaat bewegen, dan kan je wel een voorspelling doen aan de hand van literatuur wat het op de lange termijn oplevert. Nou, in zijn herstel of aan vermindering van klachten, vermindering van zorgconsumptie. En dus ook van kosten. Ja, van de zorgkosten. Ja. Ik merk wel, want ik ben er nu al heel veel jaren mee bezig, dat leefstijl veel meer een onderwerp is geworden. Niet alleen in de zorg, maar in de hele maatschappij. Dus dat verandert wel, ja. Dat klimaat verandert wel, als je in de hele maatschappij kijkt. Maar als ik even inzoom op het UMCG, dan denk ik, we hebben nog wel heel veel te winnen, hoor. Er moet nog wel echt een cultuuromslag plaatsvinden in het ziekenhuis. Om ook echt zo de zorg in te richten dat dit eigenlijk standaard zorg wordt.